Heilige Geest, maak mij overvloedig, standvastig en moedig ik mij, wat nog ontbreekt. Heer, werk met genade in mij, dat mijn hart u niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij, uw genade. Thank you.
Vanuit de diepte roep ik u, vanuit het donker telkens weer. Hoor mijn gebed en luister nu, ik smeek u om genade. Als u mijn schuld voor ogen hier, hoe kon ik dan ooit voor u staan? Maar u geeft wat geen mens verdient en reikt mij uw vergeving aan. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u. Vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd wordt. Dus hoop op God toch. Red je telkens weer, volledig en voorgoed verzoend, door Christus te verrezen weer. Hier, ik wacht op u, ik zie uit naar u, vol vertrouwen op u. Thank you.
Het volgende lied dat we nog samen met elkaar gaan zingen is Een Toekomst Vol Hoop van Sela.
brengt een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door het leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Niemand anders, u alleen, leidt ons door het leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om vandaag weer met elkaar samen te zijn. En het is een voorrecht om vandaag samen met elkaar de Bijbel te openen en God te zoeken en hem te ontmoeten in wie hij is. Dat is een mooi verlangen, een mooi moment om samen te zijn. Ik zeg het elke week weer, want elke week zijn we weer nieuwe mensen. We zijn met elkaar een gezin van de Heer Jezus. En in dit gezin zijn we ook gewend om met elkaar elke week even een aantal mededelingen door te geven. En mededelingen, dat zijn zaken die er leven in de gemeente. Een aantal wil ik er met jullie noemen. Iedereen die 16 jaar of ouder is, die mag vanavond naar Frans Hoop toe. Bij ons thuis om 6 uur staat vanavond het eten klaar. En hebben we Youth United. En dan eten we met elkaar. We denken met elkaar na over de Bijbel. En we hopen met elkaar. Ja, Rijk, jij bent ook welkom. Ja, tuurlijk. Ja. Maar we zien er naar uit deze avond weer met de jeugd, met Youth United, op te trekken. Wat ook goed is om te vermelden, en daar zien we ontzettend naar uit, is dat we volgende week een doopdienst hebben. Er worden in ieder geval 3 mensen gedoopt. Lydia van Wijngaarden en Volkert en Petra Schuurhuis. En dat is een ontzettend feest. Ik hoop die dienst zelf voor te gaan. Nou, je bent er vandaag hier en ik hoop dat je de volgende week weer bent. Want het belooft een mooie dienst te worden waarin we gaan luisteren naar, geloof mij, naar zeer indringende getuigenissen van mensen die radicale keuzes in hun leven gemaakt hebben. Volgende week is een drukke zondag, dus die mag je ook vast even opschrijven. Want volgende week zondagavond is hier Bijbelstudie. Die geef ik ook zelf. En dan gaan we nadenken met elkaar over de profetie van Zacharia. Een ingewikkeld Bijbelboek. Maar we hopen die avond te ontdekken wat de Heere God tegen ons te zeggen heeft. De collecte vandaag is voor Norber. Morgenochtend zit ik daar weer. Van harte welkom voor een kop koffie. Maar aangezien we als gemeente veel gebruik mogen maken van die locatie, collecteren we ook voor dit initiatief in Hardenberg. Ben je net lid in de gemeente? Of heb je interesse in de gemeente? Of vind je het gewoon leuk om een avondje eruit te gaan en een goed kopje koffie te drinken? Dat kan allemaal. Aanstaande woensdag is er een introductieavond voor geïnteresseerden. 19:30, hierachter in een zaaltje. Van harte welkom. We zien er naar uit. En daarin zullen we ook met elkaar gaan bespreken van wie we zijn als gemeente, waar we vandaan komen, wat onze identiteit is, onze roots, onze visie enzovoort. Van harte welkom. Nog een mooie mededeling. Sander en Esther. Sander, je mag heel eventjes gauw 1 keer gaan zwaaien. Jullie kennen Sander en Esther natuurlijk al lang. Ja, daar is die. Jullie kennen al lang. Esther zit in het muziekteam. Maar Sander en Esther hebben het lidmaatschap aangevraagd. Dus Sander en Esther, die hebben ook gezegd, na een periode van vriend te zijn geweest van de gemeente, hebben ze het ervaren dat het ook goed is om verder te gaan als leden. Het zal voor ze niet heel veel veranderen, maar fijn dat jullie dit aangevraagd hebben. Ik vraag jullie zo meteen even naar voren, zo na pastorale mededelingen, want ook Nico en Sonja hebben het lidmaatschap aangevraagd. En vandaag worden ze officieel welkom geheten. Dat doen we zo meteen. Ik heb ook een aantal pastorale mededelingen. Laat ik beginnen met een verjaardag. Wietse Pijpker is vandaag jarig. Broeder,
ik weet niet als u kijkt, maar als u kijkt, van harte gefeliciteerd. Samen met uw vrouw en Gods rijke zegen. Net boven hoorde ik dat Sander en Mariska vorige week 12,5 jaar getrouwd waren, of niet? Ja, ja, dat is een hele mijlpaal, daar weet ik alles van. Ja, mogen we een applaus voor geven, toch? 12,5 jaar, ja. Daar zijn we dankbaar voor. Het zal ook heel dubbel zijn natuurlijk, hè? Zo'n, net het verlies van je vader. Maar mooi dat je elkaar hebt, hè? Dat je op die manier ook, ook je pijn en verdriet kunt delen met elkaar. Dus wel oprecht gemeend, van harte gefeliciteerd vanaf deze kant. Gerrit-Jan Flim ligt nog steeds in de ziekenhuis of in het hospice. Het gaat stapje voor stapje, wordt hij minder. Het bezoekschema voor aankomende week is helemaal vol. Wil je Gerrit-Jan nog graag bezoeken, neem even contact op met Herwin. En dan gaat hij even kijken hoe en wat. Maar bezoek hem niet zo spontaan, want het overvalt ze een beetje en het is een beetje lastig. Dus op het moment dat je bij ze op bezoek wil, neem even contact op met Herwin. En dan wordt het allemaal geregeld. Maar wat ook heel vervelend is, afgelopen week was ik bij Gerrit-Jan en toen zei Greta, als er wat drastisch verandert met Gerrit-Jan, dan bel ik je gelijk. Ik zei, nou beloof me, dat moet je zeker doen. Toen was ik nog niet thuis, toen werd ik gebeld door Greta. Ik denk, oh nee toch. Maar toen is Greta bijna aangereden door een auto, ze is lelijk afgesneden en ze is komen te vallen en ze heeft haar schouder gebroken. En haar heup is gekneusd, ze zit in een rolstoel nu en ze is dus nu ook afhankelijk om bij Gerrit-Jan te komen. Dus in deze fase van afscheid nemen is dit er ook naar bijgekomen. Dus het is heel erg lastig voor ze. Dus laten we alsjeblieft voor ze bidden. Dit waren voor nu, denk ik, de pastorale mededelingen. Ik wil Nico en Sonja graag even naar voren vragen. Want jullie zijn natuurlijk ook gewoon bekend, hè? Niks nieuws eigenlijk onder de zon. Maar ja, jullie hebben het lidmaatschap aangevraagd. En dan krijg je bij ons altijd een kaartje. Eerder kreeg je een mooi kaartje van Gerrit-Jan, maar dat is natuurlijk vrij lastig. Dus je krijgt nu een kaartje van Emmy. Dat is ook goed. En we hebben een tekst voor jullie. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kennen. De liefde van God de Vader. Dat vond ik een tekst die bij jullie paste. Ook ben bij jullie geweest, we hebben gesproken met elkaar. En door de liefde van God, dat is ook jullie levensmotto. En daar houden jullie aan vast, in alle tijden. En nou, ik vind het ontzettend fijn dat jullie ook als lid met ons optrekken. Kijk eens, ik geef je een hand. God zegen. En officieel welkom. Ja, zijn we dankbaar, ja. Ja, en nu, het duurt heel lang bij mij vandaag, maar ik wil er even een momentje van maken. Peter, als jullie voorbij me komen. Ja. Het is een eer vandaag voor mij dat Peter hier is. Ik mocht Peter opvolgen een paar jaar geleden. En dat was een spannende opvolging, laat het zo maar zeggen. Maar het was spannend en tegelijkertijd... we staan in de spotlight, ja. En tegelijkertijd, we hebben al die jaren ook contact gehad en we spraken elkaar af en toe via app of telefoon en... Maar normaal als je bevestigd wordt en de ene voorganger neemt het over van de andere, dan is het normaal een beetje de gewoonte dat de oud-voorganger dan een dienst leidt. Maar dat was allemaal wat lastig, dat was ook coronatijd, dat was allemaal ingewikkeld. Maar ik ben oprecht heel blij dat na 2,5, 3 jaar dat Peter hier weer is. En dat hij vandaag ook de vrijmoedigheid mag ervaren om met ons te spreken. En dat zijn we niet gewoon, maar ik ga het wel doen. Ik ga nu ook voor Peter bidden, dat hij deze dienst mag leiden onder de salving van de Heilige Geest. En dat we met elkaar mogen genieten van het goede wat hij vandaag met ons gaat delen. Mag ik voor je bidden, Peter? Yes. Getrouwe God, hemelse Vader, u bent een goede God. U bent een God van trouw. En u bent een God die niet loslaat waar met die hand begonnen bent. En Heer, daar mogen we ons aan vasthouden en dat hebben we ook heel duidelijk gezien. Ook in die periode dat Peter hier in de gemeente was en dat hij hier ontzettend gediend heeft. Zich volledig ingespannen heeft om dienstbaar te zijn. Heer, en ook in een fase dat het misschien moeilijk was, hebt u laten zien dat u het niet loslaat. En u hebt heel duidelijk laten zien dat de gemeente geen mensenwerk is, maar dat het uw werk is. En Vader, wat is het dan mooi dat, ja, dat we naar zo'n periode waarin er eigenlijk alles wat maar mis kon gaan, misging. Als het gaat om misschien wel werk in de gemeente, corona wat binnenkwam, ziekte wat kwam. Heren, u hebt alles gekend. Maar heren, wat is het dan mooi dat we na zo'n periode van rust elkaar weer vinden. En dat we elkaar vandaag mogen vinden aan de voeten van uw Zoon Jezus Christus.
En zo wil ik ook zo bidden. Hè. Wilt u Peter zo zegenen met kracht, met wijsheid en inzicht. Dat hij vandaag een dienst mag leiden. Dat het een dienst mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Waarin hij ook de vrede en de rust mag ervaren. En dat hij vandaag mag getuigen en mag laten zien door de prediking heen wie u bent. Peter, ik zegen je in Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel. Welke bijbel is die van mij? Ja, die rechter. Die? Ja. Okay. Die ziet er niet meer uit. Oké. Nee hoor. Dankjewel Ruben. Wat bijzonder om hier te zijn vanmorgen. Het was bijzonder om hierheen te rijden. En die bekende weg te rijden die ik 2 jaar lang hierheen gereden ben. Het is bijzonder om jullie te zien. Het is ook bijzonder om heel veel mensen te zien die ik niet ken. En er is wel wat gebeurd zo in de afgelopen jaren. En wat eigenlijk zichtbaar wordt, is dat God vasthoudt. Hè? Hij is trouw. Het is Jezus die de kerk bouwt. Het gaat niet om mij of om Ruben of om de oudste of om wie dan ook. En hij gaat zijn weg met ons en met jullie. En in dat vertrouwen mogen we ook vanmorgen stil worden. En mogen we de week die we hebben achter ons hebben liggen bij God brengen. Alles wat ons daarin vasthoudt, alles wat ons daarin misschien nog bezighoudt, zullen we met elkaar stil worden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. En namens die God mag ik tegen u zeggen vanmorgen, er is genade voor jou, van God, je hemelse Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zoals Ruben het zei, we willen aan de voeten van Jezus zijn. Vanmorgen zullen we met elkaar zingen. Opwekking 462. Samen heen te zijn, in aanbidding voor u.
bij u te zijn is de grootste eer. Daarom maak ik mij voor u. Zoals een vader die zijn kind omhaalt, ja, zo omhaalt u ook mij. U bent een vader die vertroost en beschermt. En ik kom tot rust bij u. En ik kom tot rust bij u. En ik kom tot rust bij u. Hey, goedemorgen allemaal. De kinderen die dat willen, die mogen wel eventjes naar voren komen. Yes. Kijk eens aan. Hey. Nou, wat gezellig allemaal zeg. Hey, de komende weken gaan wij werken over een bepaald feest. En hebben jullie een idee naar welk feest we toe gaan? Pasen. Heel goed. Heel goed. Hey, en er zijn ook een aantal dagen voor Pasen. Dat noemen we de 40 dagen tijd. Dat begint dus 40 dagen voor Pasen. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als dat je, tenminste bij ons hebben ze dat altijd wel gehad, zo'n afstreepkalender hebt tot aan je verjaardag. Nou, zo tellen we ook 40 dagen af naar Pasen. En wat vieren we eigenlijk met Pasen? Dat Jezus is opgestaan. Ja, heel goed van jou. Hartstikke goed. Hey, en er komen ook allerlei gebeurtenissen vooraf aan dat Jezus is opgestaan. En daar gaan jullie de komende weken ook wat over horen in de zondagsschool. Hey, en dan ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Is een van jullie, ben je wel eens bang of bang geweest? Ja? Wil je ook eens vertellen waarvoor? Iemand? Nee, helemaal niemand die wil vertellen waarvoor die bang is geweest. Ja, jij wel. Dat ik voor de eerste keer in het donker ging slapen. Ja, dat is wel een hele. Dat is wel altijd een beetje spannend, hè, als je voor het eerst in het donker slaapt. Hé, hey, en wat heb je eraan gedaan dat je niet meer bang werd dan? Weet je dat ook nog? Ja. Ja? Toen heb ik gewoon het grote licht aangehouden met een klein nachtlampje. Ja, dat is wel handig, hè? Want als je de lamp aandoet, is het niet meer donker en hoef je niet meer bang te zijn. Dat heb je slim bedacht. Hé, hey, en was er ook iemand die jou daarbij hielp om dat te bedenken? Of had je dat zelf bedacht? Heel goed, zelf bedacht. Hé, hey, en wat zou er bedoeld worden met het woord lijden? Dood. Ja, lijden, dat zou kunnen. Dat uiteindelijk, nee? Wat denk jij dan? Dat je iemand volgt. Dat je iemand volgt? Dat je online ingeeft door de deur te hebben, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook lijden. Maar dat is een andere lijden dan dat ik bedoel, inderdaad. Lijden dat je iemand volgt, ja. Maar lijden, dat betekent eigenlijk ook dat je pijn krijgt. En de Heer Jezus heeft dat ook gehad, hè. Hij was ook eigenlijk wel een beetje bang. Ook al dat hij wist wat er nog zou komen. Hij was wel bang voor het lijden wat er zou gebeuren. Kijk, en hier hebben we een hele mooie plaat. Hebben jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn? De discipelen die aan het slapen zijn. Ja, dat klopt. En waar zou dit zijn? Weet je dat ook? Dit is een hele moeilijke naam. Weet jij het? Jezus. Ja, Jezus. Maar waar was de Heer Jezus? In de achtertuin. Ja. Als ik al begin met de hof van... Nee. Nee, ook niet. De hof van Gethsemane. Dat was een heel moeilijk woord, hè? Ja. Ja, dat is wel een hele gekke naam. Hey, maar luister, jullie gaan straks een mooi verhaal horen over de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En dan ga je ook horen dat de Heer Jezus ook wel eens bang is geweest. Bang voor wat er komen gaat. Ook al dat hij wel wist wat er ging komen, was hij toch wel een beetje bang. Maar we gaan nu eerst nog een mooi lied zingen. En dat lied is, we gaan samen op weg naar Pasen.
Nou, dat gaan we nu natuurlijk ook doen. In de 40 dagen tijd gaan we met z'n allen samen op weg naar Pasen. En daar gaat het lied over. En als het lied straks afgelopen is, mogen jullie naar de zondagschool. Zullen we met elkaar een moment van gebed nemen? En Vader in de hemel, Heer Jezus, we zijn onderweg naar Pasen. Heer, de hoop gloort aan de horizon. En tegelijkertijd ligt er moeite en verdrukking voor ons. Terwijl we weten dat er uiteindelijk totale verlossing is. Heer, elk jaar opnieuw worden we meegenomen op die weg. En elk jaar opnieuw weten we ook dat het ons vandaag in alles wat we meemaken raakt. En dat we ons mogen terugvinden, Heer, in die geschiedenis van U. En dat die geschiedenis van U het hoogtepunt is van de geschiedenis van ons allemaal.
En dat het ons vandaag vertelt, in de verdrukking en in de moeite en alles wat we meemaken. En in alles wat er nog gaat komen. Dat u degene bent die uiteindelijk de omkeer brengt. Dat er uiteindelijk licht aan de horizon is. Dat we hoopvolle mensen zijn. En dat we met die hoop onderweg mogen zijn. En dat we vandaag de glimpen van de wereld die komt mogen zien, ook in ons midden. Dat we iets van uw trouw mogen zien, in de trouw die er is onderling aan elkaar. Dat we iets van uw trouw mogen zien als ik zie hoe u de gemeente hier vasthoudt. Hoe u mijn leven en het leven van ons gezin hebt vastgehouden in de afgelopen jaren. Heer, u bent zo ontzettend goed. En u geeft een weg. Een weg vooruit. Een weg naar hoop. Dankzij uzelf. En vanmorgen verlangen we ernaar om u te ontmoeten. We verlangen ernaar om iets van u te horen. Dat u ons hart raakt in de liederen die we zingen. Heer, in ons bidden, in ons luisteren naar uw woord. Heer, we verlangen ernaar dat we vanmorgen iets van die wereld die komt mogen zien. En dat het ons weer helpt vandaag en morgenochtend als we weer aan het werk gaan. En daarvoor hebben we de verlichting van uw Heilige Geest nodig. En daarom bidden we ook, Heer, om uw Geest, dat die niet met mate gegeven wordt, maar dat we door uw Geest mogen onderscheiden waar het op aankomt vandaag. En dat we door uw Geest mogen zien hoe uw woord ons leven raakt. En dat we door uw Geest ook bewogen mogen raken met de mensen om ons heen. Heer, en daarin denken we aan Gerrit-Jan vanmorgen. Heer, in de hospice. Heer, in het verlangen naar u bidden we voor hem. Wilt u zijn hart, zijn geest bewaren voor u. En Heer, wat een getuigenis is zijn leven voor ons. Wees u bij hem. En wees u bij Greta, Heer. Heer, zo'n ellendige samenloop van omstandigheden deze week, die het allemaal zo ingewikkeld maken. Heer, we bidden voor haar. Dat u haar vasthouden. Dat u haar nabij zijn. Dat u ons helpen om hen te zien en daarin nabij te zijn. En in hen bidden we ook voor al die anderen die hier te maken hebben met ziekte, met tekort, met een lichaam dat niet wil, met een geest die niet wil, in mentale zwakte of wat we dan ook onder de leden hebben, bidden we, Heer, wilt u ons daarin tegemoetkomen? Wilt u ons richten op datgene wat ons ten diepste tekent en dat is uzelf? Ontfermt u zich over ons? Ontfermt u zich over ons in de stappen die we de verkeerde kant op hebben gezet, bij u vandaan? En leert u ons ook vanmorgen dat het altijd maar één stap terug is? Ontfermt u zich over ons en kom ons nabij. Amen. Ja, we mogen God weer de eer toebrengen vanmorgen, die hij toekomt. En dat gaan we doen in een aantal liederen. En als eerste is dat 827. Zie onze God, hij zit op de troon, laten wij hem eren, want niemand is als hij. En het derde couplet verwijst mooi naar Pasen. Wie verdroeg de spijkers door zijn vlees? Wie versloeg het graf toen hij verrees? Dood en zonde zijn ze niet gedaan. Jezus redder, hij is opgestaan. En die God die dat voor ons over had, mogen wij eren in dit lied. Zie onze God, hij zit op zijn troon.
Jezus de dood heeft overwonnen, mogen wij weer tot God komen. Dat is die grote genade die hij ons geeft. En we kunnen het niet verdienen door wat we doen, maar het is gewoon genade, gratis, voor niks.
En door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan en komen voor zijn troon. Kun je heel blij van worden, van die genade die hij ons geeft. En dan wil je het eigenlijk wel aan iedereen vertellen. En gisteren is dat ook volgens mij gebeurd in de stad. Aan iedereen vertellen de liefde en de genade van de Heer Jezus. En dan kun je het eigenlijk wel uitschreeuwen, ik heb u lief. En dat doen we ook in het volgende lied. En volgens mij kun je daar niet blijven zitten, mee blijven zitten. Dus ga rustig even staan. Soms als ik uw liefde voel, opwekking 494. Laat heel de wereld zien
We zijn thuis met z'n zessen. We hebben 4 tieners, dus het is chaos en verderf. En 5 van de 6 mensen bij ons thuis heeft al jaren het idee om een hond aan te schaffen. En gelukkig is er 1 die daarin heel wijs en stevig standpunt inneemt en aangeeft dat een hond een enorme bak werk geeft. En dat het misschien wel leuk lijkt, maar dat het niet altijd leuk is. En toen die ene wijze verstandige een beroep kreeg uit Amersfoort en daarvoor dat hele tienergezin moest verhuizen, toen bleken al zijn argumenten er opeens niet meer toe te doen. En toen is Noortje in ons huis gekomen. En Noortje is onze hond. En Noortje die is een best beest, moet ik toegeven. Ik zou er ook weer niet willen missen, zeg maar. We verhouden ons redelijk tot elkaar. En een poosje terug, toen zat ik 's avonds laat op de bank. En ik had een vergadering gehad en ik zat wat uit te diesel op de bank. En ik zat helemaal in mijn niksbox. En ik hoefde nergens heen. En het was eigenlijk gewoon een soort van perfect, weet je wel. En op een gegeven moment zie ik op de app een berichtje binnenkomen van de buurt-app. En er zei iemand in de buurt-app, er loopt een hond over straat. En ik dacht, nou, daar ben je mooi klaar mee. Als midden in de nacht je hond over straat loopt. Weet je wel, dat je dan dus midden in de nacht een beetje achter je hond aan kan gaan lopen. En wat zijn dat voor baasjes tegenwoordig die niet eens meer hun hond binnen kunnen houden? Hè? En toen dacht ik op een gegeven moment van, waar is Noortje eigenlijk? En toen was het dus mijn hond die over straat liep. En toen ben ik in de nacht op zoek gegaan naar mijn verloren hond. En ik liep op de straat achter het huis.
En daar liep op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en die zei, zoek je een hond? Ik zei, ja, ik zoek een hond. Hij zei, nou, die zit in die achtertuin daar volgens mij. Dus dan loop je midden in de nacht een achtertuin in van iemand. Ik denk, nu gaan er hele andere appjes in de buurt uitkomen. Er zit een man in mijn achtertuin. En Noortje die zag mij en die kwam enthousiast naar me toe. En ik sling er op mijn nek. En ik breng haar weer thuis. En ik zet een berichtje in de buurtapp. Vier feest met mij, want mijn hond was verloren. Maar is weer gevonden. De laatste heb ik dan niet gedaan, maar had gekund natuurlijk. Het evangelie wat zomaar zichtbaar wordt midden in de nacht. Hoe donker het ook is, zomaar opeens kan het oplichten. En dat is wat je ziet gebeuren in de schrift, voortdurend, in alle verhalen die je leest, in alles wat er gebeurt. Het evangelie wat zomaar in het midden van de meest donkere verhalen opeens zichtbaar wordt. Dat is ook wat gebeurt in de geschiedenis van Jozef. Zijn de afgelopen maanden zijn we in Amersfoort bezig geweest met de Jozefgeschiedenis. En de Jozefgeschiedenis, daar zien we hoe elke keer die nacht steeds donkerder lijkt te worden. Als Jozef in de put wordt gegooid. Als Jozef in de gevangenis wordt gegooid. Het is een nacht zonder eind. En toch elke keer die verhoging van Jozef. Tot drie keer toe zie je een verhoging van Jozef. De leidende knecht die verhoogd wordt. In het huis van Potifar. Waar Jozef degene is die uiteindelijk het gezag voert over alles wat in het huis is. Maar ook als hij daarna in de gevangenis komt. En daar een plek van gezag in mag nemen. En de derde keer daarna, natuurlijk, aan het hof. Waar hij de onderkoning wordt van Egypte. De derde keer dat de leidende knecht verhoogd wordt. En na drie keer de verhoging van Jozef. Is er drie keer een woestijnreis. Van de broers vanuit Kanaan naar Egypte. De eerste keer de 9 broers zonder Benjamin. De tweede keer, de broers met Benjamin. En de derde keer, met de hele familie. En ik wil vanmorgen lezen over die eerste reis, die eerste woestijnreis. De eerste keer dat Jozef weer in oog staat met die broers die hem ooit in de put hadden gegooid. En ik wil daarvoor lezen uit Genesis 42, vanaf vers 5. En ik lees een flink stuk, omdat Genesis het mooier kan vertellen dan ik. Genesis 42... Vanaf vers 5. En ik lees uit de MBV 21. Want we zijn hip en happening. En daar staat het volgende. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen. Samen met vele anderen. Omdat de hongersnood ook in Kanaan in zijn greep hield. En Jozef was de hoogste machthebber in het land. En iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. En zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof ze vreemden voor hem waren. En hij vroeg op strenge toon, waar komen jullie vandaan? En ze antwoordden dat ze uit Kanaan kwamen en voedsel wilden kopen. En Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Hij herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd. En zei tegen hen, jullie zijn spionnen. Jullie zijn hier gekomen om te zien wat de zwakke plekken van het land zijn. Nee, heer, antwoordde ze, uw dienaren zijn hier alleen maar gekomen om voedsel te kopen. We zijn allemaal zonen van dezelfde man. We zijn eerlijke mensen en geen spionnen. Dat is niet waar, hield Jozef vol. Jullie zijn hier gekomen om te zien wat de zwakke plekken van het land zijn. En ze zeiden het nog eens. Uw dienaren zijn met z'n 12. We zijn broers. Zonen van dezelfde man uit Kanaan. De jongste is op dit moment bij onze vader en één is er niet meer. In de grondtekst staat er en één is er niet, punt. Waarmee ze ook de waarheid spreken. Maar Jozef zei, ik blijf erbij dat jullie spionnen zijn. Bewijs me maar dat jullie te vertrouwen zijn. Jullie gaan hier niet vandaan, tenzij jullie jongste broer hierheen komt, zowaar de farao leeft. Stuur één van jullie terug om hem te halen. De rest blijft hier gevangen totdat het bewijs is geleverd dat jullie de waarheid spreken. Anders zijn jullie spionnen zo waar de farao leeft. Daarna hield hij hen 3 dagen in hechtenis. De derde dag zei hij tegen hen, als jullie in leven willen blijven, doen dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God.
Als jullie werkelijk eerlijke mensen zijn, moet één van jullie hier gevangen blijven. De rest gaat naar huis met graan om de honger van jullie gezinnen te stillen. En breng me dan je jongste broer om te bewijzen dat jullie de waarheid hebben gesproken. Dan wordt niemand van jullie ter dood gebracht. Ze stemden toe. En ze zeiden tegen elkaar, dit is vast en zeker onze straf, omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we zagen hoe wanhopig hij was. En nu zijn we zelf de wanhoop nabij. En Ruben zei, heb ik jullie niet gezegd dat je je niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. En nu betalen wij de prijs voor het vergieten van zijn bloed. Ze wisten niet dat Jozef hen verstond, want hij maakte gebruik van een tolk. Jozef liep bij hem vandaan, omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen. En toen hij terugkwam, sprak hij nog kort met hen. En vervolgens koos hij Simeon uit en liet die voor hun ogen in de boeien slaan. Daarna gaf Jozef zijn dienaren bevel om de manden van de mannen met graan te vullen, in ieders voerzak het geld terug te leggen en hun proviant mee te geven voor onderweg. En zo gebeurde het. De broers laden het graan op hun ezels en vertrokken. Toen ze aangekomen waren bij een plaats om te overnachten, maakte een van hen zijn zak open om zijn ezel voer te geven. En daar lag zijn geld, boven in de zak. Ze hebben mijn geld teruggelegd, zei hij tegen zijn broers. Kijk maar hier, in mijn voerzak. En de moed zonk hen in de schoenen. En ze keken elkaar verschrikt aan. Waarom doet God ons dit aan? Zeiden ze. Tot zover. Wat doe je als je diep lijden in je leven is aangedaan? Wat doe je als datgene wat je is gebeurd, datgene waar anderen verantwoordelijk voor waren, die misschien wel voor je hadden moeten zorgen, dan opeens weer voor je staan? Wat doe je als je zelf in een positie van macht bent gekomen en je ziet hoe degene die trauma hebben veroorzaakt in je leven opeens in jouw macht zijn? Wat doe je met degene die jou onuitsprekelijk leed hebben aangedaan? Neem je wraak? Of doe je het niet? Het lijkt erop dat Jozef de weg van wraak gaat. Hij gaat ze vals beschuldigen. Hij zet ze gevangen. Hij bedreigt ze met de dood. Ja, doe dit of dat, dan zullen jullie blijven leven. Hij stopt geld terug in hun zakken. Allemaal spelden prikken als het ware om die broers goed dwars te zitten. Dat is wat er aan de oppervlakte lijkt te gebeuren, maar dat is het niet. Het is Jozef die zijn broers test. Het is Jozef die wil weten wie zijn broers nou eigenlijk zijn. De grote vraag in de hele Jozef-geschiedenis is, wie zijn mijn broers? Wie zijn mijn zussen? Van wie kan ik op aan? Wie is er voor mij? Of als je het omdraait, wat voor broer ben ik? Wat voor zus ben ik voor degene om mij heen? Jozef die test de broederschap van zijn broers in Genesis 42. En daar zit een laag onder. In vers 9 staat dat Jozef zich alles herinnert wat zijn broers hebben gedaan. Of in vers 9 staat dat Jozef herinnert wat hij heeft gedroomd. Sorry. Jozef herinnert zich zijn dromen. En dat is logisch. Zijn broers die voor hem buigen als knipmessen. Wat hij ook had gezien in zijn dromen. Waar de korenaren, maar ook de sterren voor hem neerbogen. Jozef die herinnert zich de dromen die hij heeft gehad. En het is een soort leidend motief in de keuzes die hij maakt, in de weg die hij gaat met zijn broers vanaf dat moment. Zijn broers zijn niet alleen maar zijn broers. Het zijn ook de sterren die Abraham zag aan de hemel toen God hem zijn beloftes deed. Dit is jouw nageslacht. Zo talrijk als de sterren aan de hemel, zo talrijk is het nageslacht
God die beloftes op het leven van Abraham heeft gelegd voor zijn nageslacht. Beloftes van een land. Beloftes van een talrijk nageslacht. Beloftes van een zegen voor de volken. Dit zijn niet zomaar broers, dit zijn de stamhouders van het volk dat God had uitgekozen om een zegen te zijn voor de volken. De belofte die God inlost aan de Sinaï. In Exodus 19, waar God zijn verbond sluit met dit volk. En tegen dat volk zegt, jullie zijn een heilig priestergeslacht. Jullie zijn degene die mij vertegenwoordigen voor alle volken. En jullie zijn degene die alle volken vertegenwoordigen voor mij. Dit zijn niet zomaar broers. Dit zijn de stamhouders die de belofte van God met zich meedragen. En wat voor mensen zijn jullie dan? De vraag naar broederschap, de vraag naar wat voor broer ben jij, wat voor zus ben jij, hangt samen met de bedoeling die God heeft met de wereld. Het is Petrus die de gemeente een koninkrijk van priesters noemt in zijn brief. Ook wij zijn geroepen om God te vertegenwoordigen voor de wereld om ons heen, voor de volken. Ook wij zijn geroepen om die wereld om ons heen te vertegenwoordigen voor God, een koninkrijk van priesters. En dat begint onderling. Wat voor broer ben jij? Wat voor zus ben jij? Jezus die zegt het in het hoge priesterlijke gebed. Johannes 17. Laat hen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij heb gezonden. Er zit een directe verbinding tussen de mate van broederschap en zusterschap in het midden van de gemeente en de taak die op de gemeente ligt voor de volken. Daarom is die vraag belangrijk. Wat voor broer ben jij? Wat voor zus ben jij? En tegelijkertijd voelt het super kwetsbaar om daarover te spreken. Ik heb me vaak schuldig gevoeld naar de gemeente. Nadat ik hier weg ben gegaan. De situatie was zo dat er een behoorlijk harde knip is geweest in de zomer van 2020. Dat kwam door corona. Dat kwam door de situatie. Dat kwam doordat er een opvolger was. En ik mijn handen vol had aan het leven oppakken in Amersfoort en een gemeente daar. En dat het rationeel gezien heel verstandig was om een soort streep te trekken en verder te gaan op de plek waar God ons geroepen had, in het vertrouwen dat God verder zou gaan hier. Maar ik voelde me wel tekortschieten. Wat voor broer ben ik geweest? Wat voor broer ben ik voor jullie geweest? Het voelt super kwetsbaar om daarover te spreken vanmorgen, en daarmee is het ook niet een verhaal van ik heb dit voor mekaar. Het is een verhaal ook voor mij. Elke keer opnieuw, wat voor broer ben ik voor de mensen die aan mij gegeven zijn. Jozef test zijn broers. En hij begint met het twijfelen aan hun verhaal. Het is alsof hij het handboek heeft gelezen. Hoe zet je iemand buitenspel? Als je van je collega af wil, als je van je manager af wil, als je van iemand af wil in je leven, dan moet je gewoon beginnen over zijn integriteit. Ja, je zegt wel dat je dit en dit bent, of dat je dit en dit doet, maar eigenlijk zit daar een andere bedoeling achter. Ja, jullie zeggen wel dat je hier graan komt kopen in dit land, maar eigenlijk zijn jullie spionnen. Eigenlijk hebben jullie een andere bedoeling. Jozef die tegen het verhaal van die broers aanduwt op de meest diepe, existentiële plek. Jullie bedoeling is anders dan wat jullie zeggen. En het probleem is, als iemand dat doet en die ander gaat zich verdedigen, dan word je afhankelijk van degene die de aanklacht doet. Dat zie je hier gebeuren. Die ander begeeft zich als het ware op jouw terrein. Jouw integriteit. En waar jij je gaat verdedigen, wat je eerste logische reactie is, daar ben je van die ander.
alles wat de broers zeggen in hun verdediging, gebruikt Jozef om ze klem te zetten. Het zijn de broers die beginnen over Benjamin. Het zijn de broers die beginnen over hun vader Jacob. Het zijn de argumenten die Jozef gebruikt om ze terug te sturen naar Kanaan. Jozef die ze als het ware naar binnen trekt. En ze in een positie manoeuvreert waar ze geen kant meer op komen. Geen kant meer op kunnen. De broers gevangen zet. Ze vrijlaat. En tegen ze zegt, één broer blijft hier. En de andere gaan Benjamin, waar jullie zelf over begonnen zijn, ophalen. Om te zien of jullie verhaal klopt. Ze hebben zichzelf in de nesten gewerkt. Met hun verdediging. En Jozef heeft de situatie gecreëerd waar hij zelf ingezeten heeft. Jozef heeft opnieuw de situatie gecreëerd waarin één broer afhankelijk is van de trouw van de andere broers. Eén broer in de put, in Egypte, in de gevangenis. Afhankelijk van de broers die worden weggestuurd. En Jozef kiest Simeon. En Simeon was de oudste broer in Genesis 37. Want Ruben was de broer die in Genesis 37 het opnam voor Jozef. Ruben was degene die als het ware probeerde om de situatie te plooien en Jozef te redden. En het is in de afwezigheid van Ruben dat uiteindelijk Jozef in de put gegooid wordt en verkocht wordt. Toen was Simeon de oudste. Simeon, die we later zullen kennen in de zegen die Jacob geeft in Genesis 49 als de gewelddadige. Als de meest verbolgen. De meest harde broer. Het is deze broer die Jozef uitkiest. Niet voor niets. Om te blijven. Het zijn de andere broers die daarmee op weg worden gestuurd. En de vraag die daarin ligt en de vraag die daar vandaan naar ons toe komt vandaag is, hoe trouw ben je aan degene die afhankelijk zijn van jou? Hoe trouw ben je aan degene die misschien niet je eerste keuze zijn om mee om te gaan, maar die je nodig hebben? Hoe trouw ben je? Hoe trouw zullen de broers zijn? Als de broers het plan van Jozef hebben gehoord, dan ontspint zich een gesprek tussen de broers. Dit is vast en zeker onze straf, omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we zagen hoe wanhopig hij was. En nu zijn we zelf de wanhoop nabij. De broers die met elkaar een gesprek aangaan in hun eigen taal, maar Jozef verstaat het allemaal. En wat zichtbaar wordt, is zondebesef, zelfinzicht. En het raakt Jozef tot op het bot. Het raakt Jozef tot op het bot. Het feit dat die broers inzicht hebben in datgene wat niet goed is gegaan. Het is in broederschap, in zusterschap is dit misschien wel een van de belangrijkste dingen die er kan zijn. De ruimte om te zeggen, ik heb het niet goed gedaan. De ruimte om stil te staan bij je tekort. Een cultuur in een gemeenschap waar het oké is om iets van dat tekort te laten zien. Het helpt broers en zussen onderling om hun oordeel te vertragen over die ander. Het is het zelfinzicht wat een markeerpunt is in deze geschiedenis. En het is een cultuur van zelfinzicht wat een gemeenschap gezond houdt. Jezus vindt het belangrijk. Matteüs 18 vers 15 zegt Jezus van, als iemand tegen jou gezondigd heeft, ga er dan naartoe en spreek hem onder vier ogen daarop aan. En als hij luistert, dan heb je hem gewonnen. Dat luisteren van die ander is cruciaal.
En dat luisteren in de schrift gaat het horen altijd om het doen. Wees geen hoorders van het woord, wees daders van het woord. Bedrieg jezelf niet, zegt Jacobus. Dat luisteren is cruciaal. Het zelfinzicht. De mogelijkheid om te zeggen, oké, dit was niet oké. Houd de gemeenschap gezond. Helpt om het oordeel te vertragen. Het raakt Jozef diep. En het is van belang in de geschiedenis die zich gaat ontwikkelen. De broers keren terug naar Kanaan. En onderweg vindt één broer het geld terug in de zak met graan. En er breekt een soort paniek uit. En als ze later, we hebben het niet gelezen, maar als ze allemaal terug zijn, dan ontdekken alle broers dat ze dat geld in hun zakken hebben zitten. De moed zonk ze in de schoenen. Waarom doet God ons dit aan? De broers beseffen hoe groot het probleem is waar Jozef ze mee heeft opgezadeld. Deze broers die zijn niet voor 2 zakken graan naar Egypte getrokken. Deze broers die hebben, denk ik, als 12 zoveel mogelijk graan meegenomen als ze op hun ezeltjes mee konden nemen. Jacob was een rijk man. Ze hadden al het graan gekocht, kan ik me voorstellen, wat ze mee konden dragen. En dan vinden ze dat geld terug in die graan. En Jozef heeft opnieuw de situatie gecreëerd waarin hij zelf heeft gezeten. Namelijk 1 broer, afhankelijk van de andere, in de put. En de andere broers, rijk. Geld. Zoals ze rijk waren toen ze Jozef hadden verkocht. En als ze teruggaan naar Egypte voor hun broer, dan moeten ze iets met dat geld. Maar als ze het niet doen, als ze hun broer vergeten, dan zijn ze rijk. Uiteindelijk, in alle relaties, komt de macht van geld, de invloed van geld, van datgene wat je hebt en datgene wat je kan, krijgt altijd een plek. En stom is, we hebben het vaak helemaal niet in de gaten. Jezus die spreekt in een derde van zijn gelijkenissen over geld. Maar als je inkomen en je uitgaven een soort van in balans zijn, dan ben je er vaak helemaal niet zo mee bezig. Het is vaak op de momenten dat juist in dat inkomen een piek komt, of in je inkomen een diep dal komt, dat opeens dat de invloed van dat geld zichtbaar wordt in je leven. Als je opeens je baan kwijtraakt, of als er opeens een erfenis gestort wordt, dan voelen we hoe dat geld van invloed is op onze keuzes, op ons leven en op onze relaties. Ik heb het zelf ervaren toen ik mijn schip ging verkopen. Ik ben in mijn vorige leven binnenvaartschipper geweest. En op een gegeven moment, toen ik in dat proces zat van roeping en aan boord blijven of niet, toen had ik op een goede dag de salarisschaal van de Baptistenunie gedownload. En dat was even schrikken. En niet onaardig bedoeld, hè. Maar gewoon, het gaat op ervaringsjaren. Dus je bent dan 40 of achterin de 30. En je begint op ervaringsjaar 0. En daar stond een bedrag achter waar wij ongeveer 3 keer nodig hadden in die tijd. Dat was gewoon zo. En ik had er ontzettend veel last van. En ik had er ook last van dat ik er last van had. Want ik was toch zeker wel een volgeling van Jezus. En ik was toch zeker niet zo bezig met geld. Kom op. Maar dat was ik dus wel. Ik vond het eigenlijk super ingewikkeld. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor onze kids. Als we zouden blijven varen, dan konden ze zelf ook gaan ondernemen als ze dat willen. En ze konden studeren en ze konden alles. Het was allemaal niet zo'n punt. Maar als we dit gaan doen, man, dan wordt het wel heel anders, ook voor hun. En ik zat daar gewoon mee. De invloed van geld was veel groter dan ik dacht. En toen las ik dat verhaal van de schoonmoeder van Petrus. Jezus die in Capernaum dat huisje binnenkomt van de schoonmoeder van Petrus. En daar de schoonmoeder van Petrus geneest. En het raakte me tot op het bot. Dat Petrus zijn handen opzij had gegooid en achter Jezus aan was gegaan, dat vond ik een mooi verhaal. Dat kon ik prima meemaken.
Maar dat hij dus blijkbaar een vrouw had, had ik me nooit zo gerealiseerd. En als je een vrouw hebt, dan heb je ook vaak een schoonmoeder. Had ik me ook niet gerealiseerd. Dat opende al een hele wereld. Hoe zou dat zijn? Petrus en zijn schoonmoeder. Dat was al heel inspirerend. Maar wat zou die schoonmoeder hebben gevonden van Petrus? Die ongelikte beer Petrus. Die in één keer zijn handel opzij gooit en die dan achter een rabbi aangaat. En wie zorgt er dan voor mijn dochter? En dan komt die rabbi om wie het gaat, komt het dorpje binnen, komt het huisje binnen en geneest de schoonmoeder van Petrus. En ze staat op en ze gaat Jezus dienen. Maar wat zou dat betekend hebben voor Petrus? Zou dat misschien niet in één keer de angel eruit gehaald hebben? En ik las dat verhaal en ik zag, ja, maar dit is het. Het was alsof Jezus daar doorheen tegen me zei, als je me volgt, zorg ik wel voor je dierbaren. In de omgang met datgene wat we hebben ontvangen en datgene wat we kunnen, speelt een rol in de onderlinge relaties. En we mogen dat onder ogen komen. En we mogen daarin vertrouwen dat uiteindelijk alles van hem ontvangen is. Genesis 42 eindigt in een padstelling. De broers, met name Ruben, wil terug om Simeon te halen. Wil Benjamin meenemen. En Jacob, die ziet het niet zitten. Ga niet gebeuren, zegt hij. En daarmee staat het verhaal vast. Weten we niet waar het naartoe gaat, maar er zijn hoopvolle tekenen zichtbaar geworden. De broers willen, ondanks het geld wat ze gevonden hebben, ondanks die vervelende vent daar in Egypte, willen ze terug voor hun broer. Er zijn hoopvolle tekenen zichtbaar. En er is berouw over wat er is gebeurd. Het zijn de hoopvolle tekenen die de broers laten zien. Wat voor broer ben jij? Wat voor zus ben jij? Hier begint het. Waar we in eenheid met elkaar weten te leven, zal de wereld om ons heen zien dat Jezus door God gezonden is. En dat vraagt dat we trouw zijn aan elkaar. Zeker aan degenen die afhankelijk zijn van ons. Dat vraagt om een ruimte waarin zelfinzicht en zonder besef de cultuur bepaalt. Zodat we daardoorheen ons oordeel kunnen vertragen over die ander. In het besef dat ieder van ons leeft van de genade van Jezus Christus. En dat datgene wat je hebt, en dat datgene wat je kan, uiteindelijk niet van jou is, maar ten dienste staat aan die priesterlijke roeping die op de gemeente ligt, om God te vertegenwoordigen voor de wereld om ons heen, en de wereld om ons heen te vertegenwoordigen voor God. En is dat misgegaan? Dat gaat mis. Dan laten de hoopvolle tekenen van Genesis 42 zien dat je altijd in de nieuwe situaties, die zo lijken op die oude situaties die je verprutst hebt, dat je in die nieuwe situaties andere keuzes kunt maken. Want dat is wat die broers ons leren. En dat is uiteindelijk ook het begin van een glorieuze geschiedenis naar het moment dat Jozef een overblijfsel redt, zoals hij dat noemt. Mag ik een kort gebed voor jullie uitspreken daarvoor? Toen u in de tuin was, Heer, van Gethsemane, toen u kwetsbaar was, toen vroeg u aan uw broers, aan de discipelen, waak met mij. Wees trouw. En Heer, het is de vraag die we die we onder de oppervlakte ook aan elkaar stellen vandaag. Waak met mij. Wees trouw aan mij.
Wees een broer of een zus voor mij. En ik wil een broer of een zus voor jou zijn. En tegelijkertijd weet u, Heer, hoe ontzettend divers we kunnen zijn in een gemeente. Voelen we de scherpe randen soms tot diep in ons. En dan komen we weer bij u. Wilt u ons helpen, Heer, om trouw te zijn vanuit de trouw die u voor ons heeft? Heer, wilt u ons helpen door uw geest om te laten zien waar we tekort schieten? Wilt u ons de moed geven om daarmee naar voren te stappen? Bouwen aan een cultuur waar we het oordeel over elkaar vertragen vanuit de genade die u ons geeft. Heer, wilt u ons door uw geest inzicht geven op de invloed van datgene wat we hebben en wat we kunnen, de relaties om ons heen. Heer, er is een bovennatuurlijk werk nodig in ons hart om dat te zien. U waarschuwt er in uw woord zoveel voor en het is zo moeilijk om te zien. En ik bid, Heere, dat u daarin ons helpt om te geven. Om trouw te zijn, ondanks alles wat we hebben. En de ander altijd boven datgene te stellen wat u ons gegeven heeft aan goederen of aan kennis. En Heer, het is ons verlangen dat u deze dingen in ons midden doet om uiteindelijk uzelf zichtbaar te maken door ons heen. Aan een wereld die u keihard nodig heeft. Die zo ver bij u vandaan beweegt. Heere, wilt u dat doen? Amen. We gaan zingen. Opwekking 542. God van trouw. We hebben de trouw van God in ons leven. Is uiteindelijk de basis waar vandaan we trouw kunnen zijn aan elkaar. Thank you.
ik roep tot u. Opnieuw en opnieuw. U bent bij ons, wanneer ik bang kom. U richt mij op, wanneer ik vaar. Dwars door de storm bent u. Moment ook om de gaven op te halen. Als we ontvangen hebben, dan mogen we ook weer teruggeven. We zullen daarbij luisteren naar een lied van jou. Yes. Gaven was voor stichting Naber. Sorry hoor, dat is moeilijk voor me. Yesterday's gone.
Thanks. We zijn aan het einde gekomen. Zullen we gaan staan? We spreken een kort dankgebed uit. En dan mag ik jullie zegenen met de zegen van God. Heer Jezus, we danken u voor wie u bent, voor wat u ons geeft in uzelf, voor uw uitnodiging om een broer te zijn, om een zus te zijn, van elkaar met u als voorbeeld. En we willen in uw voetspoor gaan, ook vanmorgen. En we willen op weg gaan in de wetenschap dat de liefde van God, onze Vader, meer dan genoeg is. Je mag op weg gaan in de wetenschap dat de genade van de Heer Jezus Christus nooit tekort schiet. En de vernieuwing van de geest bij je zal zijn. Tot de dag dat we Jezus zien. Amen. Zoals gebruikelijk ben ik een mededeling vergeten. Dat is, als het goed is er een plaatje van het Buddy-project. En als ik deze mededeling niet doe, dan schiet ik erg tekort, want het is erg belangrijk namelijk. In Hardenberg hebben we natuurlijk het AZC, dat zijn asielzoekers. En onze gemeente heeft in golfbewegingen komen er ook veel mensen uit het AZC bij ons in de gemeente. Dat wisselt een beetje. Maar het AZC is dringend op zoek naar mensen die als buddy willen fungeren. Mensen die een hart hebben voor hun naasten. Misschien wel aansluitend op je preek, Peter. Misschien wel iemand die als een broer, als een zus wil zijn.
die mensen bij de hand nemen. Ja, dat is gewoon echt hard nodig. Dus als je zoiets hebt, ik heb het aan mijn hart om het te zijn van mijn naaste, om dienstbaar te zijn. Het is dichtbij, het is gewoon hier in Hardenberg. Dan kun je aanmelden, dan kun je naar de site toe, buddyprojecthardenberg.nl/aanmelden. Kijk die site, lees erover en als je vragen hebt, ga naar die Ali, zwaai maar even. Ga naar die even naar Ali toe. Ali kan je heel veel vertellen, ze heeft ontzettend veel kennis van het hele AZC gebeuren en van het Buddy project. Dus voor meer informatie, ga naar Ali, maar ontzettend belangrijk werk, dus check de site even. En nu is er natuurlijk ruim tijd voor een lekker bakje koffie. Roep ik om hulp en krijg ik geen antwoord. Roep ik tot God, maar hoor niet zijn stem. Roep ik om rust en vind ik geen vrede. Wacht op vergevende liefde van Hem. Geef ons de moed om liefde te delen. Geef ons de kracht om verder te gaan. Geef ons uw licht in donkere dagen, door de vergevende liefde van Hem. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. God is de the hand for me hand there.
Heer, o sterkste, allersterke, heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken die gij waart te alle tijd. Blijft gij ook in eeuwigheid. Alles wat u prijzen kan, u de eeuwige ongeziene, looft uw liefde en zingt ervan. Alle engelen die u dienen, roepen u nooit lovens voor. U bent heilig, heilig, heilig. Grote God, we loven u. Heel de wereld buigt voor u. Grote God, we prijzen uw naam. Grote God, we loven u.